allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met de Rainbow Loom de Double Capped Dragon Scale moet maken. Deze armband bestaat uit alleen maar gedubbelde bandjes, oftewel dubbelgevouwen bandjes. En hij is echt heel mooi en stevig. En alle bandjes zitten strak op elkaar. En ik ga vandaag precies dezelfde maken, precies dezelfde kleuren gebruiken. Laten we beginnen. Voor deze armband heb je alleen maar één rij pionnetjes van je Rainbow Loom nodig. En we gaan 4 pionnen gebruiken. Deze 4. Als je links bent, zorg je dat de openingetjes naar die kant wijzen, zoals mijn loom nu staat. En als je rechts bent, draai je loom om, zodat de openingetjes die kant op wijzen. Maar ik ben links, dus ik zorg dat de openingetjes die kant op voor mij opwijzen. En we beginnen met de eerste kleur in de regenboog. En wat belangrijk is, onthoud dat goed. Elk bandje in deze armband wordt gedubbeld. We beginnen met de eerste kleur in de regenboog. Pak daar één bandje van. Dubbel die. En begin op de... Dit is de eerste pion. Begin op de tweede pion in een 8 naar de derde pion. Nu een zwart bandje, dubbel die, begin op de eerste pion en dit is links, dus we draaien en we draaien naar links. Dat is bij rechts ook zo, dan draaien we naar rechts met zwart. En het betekent, je strekt hem van je af, het bandje, en draait hem naar je toe. Zo. En nu gaan we rechts ook doen, pak een zwart bandje, dubbel hem. Begin nu op de derde pion, strek hem naar je toe en draai hem van je af. Dus dit is precies het omgekeerde als bij de linkerkant. Ik raad je aan om een metalen haaknaald te gebruiken. Ik gebruik deze, omdat de bandjes dus allemaal dubbel gevouwen zijn en erg strak staan. Pak hier de onderste bandjes, onderste gekleurde bandjes. Haal die er overheen. Overal waar dus meerdere bandjes zitten, haal de onderste eroverheen. Maar kijk, hier zitten allemaal nu 2 zwarte bandjes. En we hebben zo net de rode bandjes eroverheen gehaald. En nu pak je je volgende kleur. Oranje. En dan pak je 2 elastiekjes van. Voortaan pakken we, alleen bij het begin doe je dat niet. Maar daarna pak je wel telkens 2 bandjes voor de regenboog. Die dubbel je beide. En nu hoeven we deze bandjes hoeven we niet meer te draaien. Dus die zetten we er recht op. Haak hier de onderste zwarte eroverheen. Zo, duw dat naar beneden. Pak nu een enkel zwart bandje. Dubbel hem. En we blijven bij de zwarte bandjes draaien. Altijd achtjes maken. En links is draaien naar links. Dus trek hem van je af. Draai hem naar je toe. We gaan verder met de rechterkant. Pak weer een zwart bandje. Dubbel hem. En rechts draai naar rechts. Begin op de derde pion. Strek hem naar je toe en draai hem van je af. En nu haal je overal waar meerdere bandjes op zitten. Want kijk, van zwart zitten er altijd 2 op. 2 lusjes. En voortaan zitten bij de gekleurde bandjes 4 lusjes. En dus hier haal je de onderste 2 lusjes eroverheen. Maar hier de onderste 4. Omdat we alle regenbooggekleurde bandjes eroverheen moeten halen nu. En dat doen we ook aan deze kant. Dus laatst pakken we hier de onderste 2. Duwen we dat naar beneden. Gaan we door met... ik zal jullie even een trucje laten zien. Als je bijvoorbeeld weg bent gegaan en later weer verder wil gaan. Dan denk je opeens, oh, moet ik nou zwart doen? Of een regenboogkleur? Nou kijk, je ziet hier overal zwarte bandjes. Dus dat betekent dat je een regenboogkleur moet zien. Maar als er ook een regenboogkleur op een van de pinnetjes zit, dat is nu niet zo.
Maar als je dus hebt gehaakt en dat wel zo is, dat laat ik jullie zo even zien. Dan betekent het dat je juist zwart moet plaatsen. Nou, we dubbelen eerst twee gele bandjes. Die dubbelen we. Die plaatsen we hier overheen. En hier haak je de onderste twee zwarte en hier ook. En nu duw je dit naar beneden. En nu denk je bijvoorbeeld misschien weer. En welke kleur moet ik nu? Maar kijk, wat ik zo net al had verteld. Als je dus regenboogkleuren ziet, hier en hier. Dat betekent dat we nu zwart moeten doen. Pak een zwart bandje, dubbelen. Links is draaien. Naar links. Pak nog een zwart bandje. Strekken, draaien. Terug op onze vingers, dus dat is gedubbeld. Dan op de derde pion en rechts is draaien naar rechts. Nu haken we overal de onderste. Dus hier de onderste twee. Hier zijn de onderste vier gele. Hier ook. En hier de onderste twee zwarte. Ga hiermee door. Dit blijft telkens dezelfde handeling. En ga hiermee door totdat je armband lang genoeg is. Ik denk dat mijn armband wel lang genoeg is. Want hij is al best wel lang. En ik zie, zorg dat je overal zwarte bandjes ziet op de pionnen. En het zou niet betekenen dat we de volgende kleur in de regenboog moeten gaan doen. Alleen om de armband af te ronden, pakken we. Want we gaan nu wel even één kleur nog in de regenboog doen. En dan pakken we in plaats van twee bandjes één bandje om de armband af te ronden. Eén gekleurd bandje, de volgende kleur in de regenboog. Dat is bij mij te kwazen. Die dubbelen we. Die plaatsen we gewoon weer waar die altijd hoort. En nu haken we hier de onderste twee zwarte eroverheen. Hier ook. Duwen we dit naar beneden. Pak je deze twee zwarte van de linkerkant. Die zetten we nu hier op de tweede pion. En deze twee zwarte bandjes zetten we op de derde pion. En nu, wat we nu gaan doen, duwen we de zwarte bandjes naar achteren. En pakken we de onderste twee turquoise bandjes eruit. En dan kan deze zwarte eraf. Die kun je gewoon loslaten. En nu doe ik dit een beetje naar achteren. Nu doe ik hier ook de twee zwarte naar achteren. En pak ik de onderste turquoise er tussenuit. En ook hier kunnen dan de zwarte bandjes van de loom af. Zo, ik strek dit stuk nog even. Zo ziet dat er nu uit. Nu ga ik mijn C-clip erop plaatsen. Dat doen we zo. Strek het hier. En je ziet vier ringetjes. En door die vier ringetjes, die moeten in de C. En dat is nog best een werkje. Volgens mij zit alles erin. Haal het dan voorzichtig van je haak af. Ja, het zit goed erin. Dan gaan we naar de andere kant van de armband. En pakken we deze, vier ringetjes eigenlijk. Hier een lusje van twee bandjes en hier een lusje. Pakken we beide die rode en die duwen we ook in de C. Zo. Nou kun je hier armband omdoen. En ik vind hem echt prachtig. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.